VVOV is mede mogelijk gemaakt door Timeflex, EFMI en DPAV. Ja, fijn dat we bij de trainers te zijn. Gaan we eerst naar de trainer van de gasten van Gene Muiden, Johan de Man. Johan, een gewonnen punt of twee punten verloren hier in Harderwijk? Nou, ik denk dat dit wel de verhouding was. Dus dan hoef je niet te praten over verliespunten die je hebt laten liggen. Eerst zelf vond ik dat wij de betere ploeg waren, bovenliggende partij. Met name aan de bal. Tweede helft gingen zij toch wat veranderen. Ze gingen wat hoger druk geven. En eerder druk zetten. Hadden wij best wat moeite mee. En daardoor vond ik ook dat zij de tweede helft voor VVG was. De laatste 10 minuten pakte het weer wat op. Kreeg wat meer die wissel wat diepte in het spel. Om onder die druk vandaan te komen. En, ik denk dat het een gelijkspel wel de verhouding is. Ja, Gene Muiden staat bekend als een hele creatieve ploeg met ook creatieve spelers. Maar jullie hebben niet heel veel echt hele goede kansen gecreëerd hè, vandaag. Nee, we hebben wat mogelijkheden gehad. Geen echte kansen gecreëerd. Eerste helft één kans en één mogelijkheid. Nee, klopt. Ben ik met je eens. Het is voor Gene Muiden, jullie spelen regelmatig gelijk en zeg maar met de 3-puntentelling schiet dat natuurlijk niet al te veel op. Ben jij nu bezig met punten halen of met stand op de ranglijst of toch met andere dingen? Wil je het voetbal weer in de ploeg krijgen? Nee, de club is Gene Muiden, die wil alleen maar prestatie leveren. En of dat nou met goed voetbal is of met minder goed voetbal. Hè? We willen een bepaalde kant op. Ja, dan heb je punten voor nodig en geen mooi voetbal. Kijk, en als het gepaard gaat met mooi voetbal, dat wil iedereen, hè? Punten en mooi voetbal. Maar dat is voor weinig ploegen weggelegd. Nee, maar Gene Muiden moet gewoon punten pakken. En daar gaan we gewoon over 2 weken weer mee verder. En de komende 2 weken aan trainen en kijken wie we op de knieën kunnen krijgen. Ja, we hopen natuurlijk vooral de concurrenten van VVG. Gaan we even naar de trainer van VVG, Ed Engelkes. Johan die denkt dat de puntenverdeling uiteindelijk wel een terechte zeg maar, weergave is van de krachtsverhouding van beide ploegen. Ben je het daarmee eens? Ja, het zou raar zijn als ik ja zou zeggen. Nee, als je kijkt naar de wedstrijd denk ik dat hij gelijk heeft als hij optisch de eerste helft meer balbezit heeft gehad. En als je kijkt naar de kansenverhouding dan moeten wij van in ieder geval de 200% kansen die we hebben gehad de minimaal 1 inschieten. Dus dan is het volgens mij hartstikke duidelijk. En dan doe je op de kansen voor Pernelli Bia, die Albert 4 nog net uithaalt en het schot op de paal van Jeremy. Ja, dat doe ik ook. Ben je tevreden, ontevreden over de manier waarop VVG zich heeft gemanifesteerd vandaag? Nou, ik ben ontevreden, is misschien een te groot woord. Ik ben niet tevreden over de eerste helft. Met name omdat we andere afspraken hebben gemaakt met elkaar. En kijk, we weten wat Gene Muiden op de mat legt. Ze hebben een ploeg met heel veel dynamiek op het middenveld vooral. Met spitsen die graag in de bal spelen in plaats van er vanaf. En dat verklaart misschien ook dat ze weinig echt diepte hebben en weinig creëren voor de goal. En ze hebben wel veel balbezit en ze combineren natuurlijk heel graag door. En dat is lastig te verdedigen. En dat gaat bij ons ook ten koste van een paar overtredingen en gele kaarten. Dan zijn we toch niet in staat om dat goed te bespelen. Daar hebben we in de rust iets over gezegd. Ik vond ook dat we in de opbouw veel te snel voor de lange bal kozen en te weinig in positiespel kwamen. En wat we hadden afgesproken, dat we de ruimtes met name voor de middenvelders van hun groot zouden moeten maken. Ze een beetje moesten lokken, waardoor er wat meer ruimte kwam. Nou, dat hebben we niet goed gedaan de eerste helft. De tweede helft hebben we dat prima gedaan. En dan zie je dat, met alle respect voor Steven Jansen, die het eigenlijk prima heeft gedaan. Maar, en met Jamie Brownier natuurlijk gewoon meer lijn komt in ons spel, meer rust komt in ons spel. En dan kom je ook tot kans creëren. Dan gaat het tempo iets omhoog en dan speel je ze iets meer stuk. Toch was een wedstrijd denk ik van weinig kansen, ook voor VVOV. Dus op het moment dat je dan aan kop wil blijven in die tweede periode, is het natuurlijk toch heel noodzakelijk dat die 1-0 er komt. Ben je in die zin wel teleurgesteld dat die 3 punten niet zijn bijgeschreven? Nou ja, kijk, het is niet een geweldige wedstrijd geweest. Het is niet heel sprankelend geweest. Dus vanuit dat oogpunt gezien zou je tevreden moeten zijn met een punt. Anderzijds, op basis van de tweede helft, ben je daar teleurgesteld over. Omdat ik ook vind dat je gewoon het in eigen hand hebt gehad. En op dit niveau, je hebt misschien 1 of 2 kansen tegen zo'n ploeg. Ja, dan moet je er wel 1 inschieten.
Nou ja, Ed Engelke zegt het al, een wedstrijd van weinig kansen. De eerste half uur van de tweede helft stond Gene Muiden aardig met de rug tegen de muur. Aan de andere kant was er ook heel veel ruimte achter de verdediging van VVOV. Maar daar konden jullie toch niet veel gebruik van maken? Hè? Nee, nou ja, dat heb ik straks al even proberen aan te geven. Dat we veel mensen in de bal kunnen, of tenminste die veel in de bal komen. En weinig mensen in de diepte zonder bal kunnen komen. Dat houdt in dat je het speelveld ook heel klein houdt. En dat is makkelijker te verdedigen. Als je met lopende mensen vanuit de tweede lijn komt, dan is dat heel moeilijk te verdedigen. En, dus ja, daarom creëer je niet zoveel kansen. Tjeerd Korf was wel veel aan de bal. Probeerde ook veel acties te maken. Passeerde soms één, soms twee man van VVG. En dan liet hij zich vast op nummer drie of vier. En dan merkte hij toch wel wat irritaties bij. Niet overwogen om te wisselen? Nee, zeer zeker niet. Want ik denk dat bij Geert het meeste gevaar vandaan komt. En die moet je niet, die moet je ook zijn eigen dingetje laten spelen. Maar ik ben het wel met je eens dat hij een paar andere keuzes had moeten maken. Waardoor hij zelf natuurlijk weer zonder bal gevaarlijk kon zijn. Dus nogmaals, hij was een paar keer niet gelukkig in zijn keuzes. Oké, nog even ter afsluiting naar Ed Emmerus. Volgende week de bekerwedstrijd tegen Zeewolde. Dat is denk ik voor jou wel leuk, hè, als Zeewoldenaar. Ja, maar goed, ik heb verder met Zeewolde niet heel veel in die trant dat ik daar ooit gewerkt heb of zo, of ooit gespeeld heb. Ik woon er toevallig, maar dat maakt het dan misschien iets bijzonderer. Maar we moeten volgende week gewoon erop en erover. En kijk, het is een ploeg die hier tweede klas speelt. Dus ja, we hebben een hele slechte ervaring vanuit het verleden jaar. Een keer geoefend hebben tegen ze. En dat staat me nog wel bij, dus we hebben wel wat goed te maken. Oké, beide trainers wil ik graag hartelijk bedanken met een mooi applaus. VVOG wordt mede mogelijk gemaakt door Timeflex, EFMI en JPRG.